Deze personen rustig klaarmaken om op de kaarsen in perk 3. Dus perk 3 uit groep 2, van de kaarsen in perk 3. Hier de bestuurd wachten. Ja, maar.
Spelregels die zijn ontwikkeld door het spel en het is uniek, het is anders dan op het gras, want hier heb je de alles wat er buiten hangt, dat zijn allemaal factoren die meespelen in hoe het verloopt, hoe het spel verloopt. Je wilt ook professionaliseren, weet je wel, maar het spel zoals het gespeeld moet worden. Jaren met de steden, denk ik. Tegen de man met de lappen. Ja, dat deden ze toen, ja. Dat weet ik ook nog wel te herinneren. Is hij er nog aan? Hij heeft net gewonnen, 5-4 van Teun. Dus ja, ik zat al een paar keer op te naaien. Of nou ja, laatste jaar was het natuurlijk niet. Waarom? Maar daarvoor. We hebben het nog Oh.
Ja. Alles. En Riede, we hebben twee tafelen. Iedereen hartelijk dank voor het kijken en graag zien we u morgen weer. 6:30 op de Lanen hier in Harlingen. Voor nu. Visser Special Colors. Ieder wat wils. Faber Lederbaan. Vuurwerkgigant Vlaanderen. De vuurwerkspecialist van Friesland. Vuurwerkgigant van Vlaanderen. Je had je vrienden net te vaak over mij verteld. We staren samen naar de tafel met een mondje stijf. Blikken die vanzelf spreken in ons gezicht. Maar ik rijd te lang. Je kunt geen stille mensen aan de tafel in de zin gezicht. Ik kan die route niet meer lopen en heb me overtuigd. Ik weet precies wat ik wil zeggen, ik weet het ook voor jou. En nog een tweede tel is vast, hoe weet ik van je aan? Ik ben de deur, ik ben een complete vriendschap. Het duurt te lang. In perk 4, de dames Judith Kamsma, Kamsma, Harlingen, Anja Bauma, Leeuwarden, Anouska Vlieger, Harlingen tegen kwartier 6, Margreet Visser, Vraneker, Paulien Broekhuizen, Vraneker.
boven corona losgelaten. Vraag dus goed een keuring naar de zin van de loop. Ja, was het zo mooi. Was ik. Ben je dat weer thuis of wat? Ja, ik heb het nog een keer gekocht. Niet op voetbalveld, maar nou wel. En nou dik over de 60. Hij zweeft hier. Ik heb al twee keer boven de grond. Ik zou één keer rug zien. Thank you.
Thank you.
Ja, dat hangt toch? Hangt er mee. Dames en heren, of tenminste voor het keurmeesterkorps. Hoe lang doe je dit nou, Are? Ik was mijn jongen van 5 jaar op het Lamekaas. Ik ben nu 78. Oké. Dus elke keer weer opnieuw? Ja. Eerst de PC en nu dit. PC, ik 35 jaar denk. Oké. Nou, gefeliciteerd. Ja. En 4 jaar scheidsrechter voetbal geweest. Oké. En 4 jaar scheidsrechter zaalvoetbal geweest. Okay. En ik ben nu 48 jaar bij de helft trainen, toch? Ook al. Ja, tuurlijk. Ja. Ja. Nou, succes vandaag. Dankjewel. Ja, oké. Vissen, in ieder geval respect voor vissen. Welkom, waterjongens en welkom natuurlijk alle toeschouwers hier op de Laan op deze bijzondere finale middag van de 73e editie van 75 jaar jubileum van de Laankaatsen. Geweldig dat jullie er allemaal zijn. Ik weet het bijzonder om de burgemeester Ina Schoos van Hamburg heel dat u er bent vandaag. En u komt straks ook nog meer in actie, maar daarom later meer. Nee, geen auto's. Zeker. De geluidsinstallatie die lekker werkt. Maar allemaal en mee zonder kwaliteit. En dat is iemand, hij is dit jaar ook benoemd van de hero lid van de kaatsvereniging Jan Bosstra. Loekie Zin. Ik wil zeggen, staat dit jaar op de zondagsignaal ook weer gedaan. We kunnen er nu omheen, 25 jaar penningmeester. Je zat op de bank hier bij de AWR, AMRO. En toen weer gevraagd, volgens mij door een heel erg dat je er zijn. En daarna weer nooit meer voor het deel verdwenen. Toen weer geen niet alleen als penningmeester zijn bijdrage verleden, maar ook andere kleine zaakjes hier op de Lane, de partij vooral. Eigenlijk veel dingen erbij gedaan. Goed is, ik wil jou bedanken voor de afgelopen 25 jaar. En dan hopen nog lang dat je het goed mee laat zien. Geweldig. De vragen of zij de eerste opslag van het jubileumjaar wilde doen. En dat zullen we eigenlijk maandag houden. Maar toch rekenen. Nou, dat is het. Ja, het hard, hè? Ja, 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 ja,
Hartelijk danken voor jullie komst hier op de laan. Door. Partij nummer 4 en dat is Troonrijk. Mark Minnesma, Jorgen Lars van Heem en Rick Minnesma. Ze krijgen de medaille van onze hoofdscheidsrechter Lieuwe Brandsma. Bij. Tas, een lanenpet, een toegangskaartje van het mooiste zwembad van Noord-Nederland, Slimfun, en een envelop. En ik denk dat we even slaan. Albert, bedankt Albert voor het aanbieden, maar Albert Dijkstra Beker, de koning van dit apertuur, is geworden Rick Minnesma. Naar voren, want er zullen vast wel een paar mensen foto's maken. Ze krijgen natuurlijk de medaille die erbij hoort, de bronzen medaille. En daar zijn die passen voor. Jongens, stap nog even naar voren. De medaille, het tegeltje van Harry Harder. Dan zorgen we dan de prijzen van Stijn, bij Stijn komen.
krijgen ook een tegeltje van. Even zie je, moet even optellen hier. Oh daar, daar, oh daar die rode. Kijk, die moet ik even optellen. Wacht even. Zo, dat hebben we zeker. Ja, sir. Sir. Ja. Zo, ja, nou de hoofd maar weer recht. Ik maak de foto's. Oké. Okay. Nou, dankjewel. Ja. Gaat dat zo goed? Dan moet ik mij even aan de directeur laten zien. Mooi toch? Dit met regen alles nou daar. Ja, ja, maar ja, ik kan hem ook niet beneden. Want wat je dienst. Dat ding dat breekt af, jongen. Ja. Dit was nou anders. Het is wel vet, dan ben je daar jongens. Dan ben je wel ergens. Moet je de tassen erbij of niet? Tassen. Ik laat niet in. Oh, een hond. Wat zeg je? Wat zeg je? Even laat die weg. Hallo. Hoi. Hallo. Waarom skiën je dan? Oh, dat is een ditje. Wat is dit? Dit ben je het zo? Ja. Nee, wacht hoor. En dan moet jij nog kom op wachten. Lach uit! Ja, 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 ja. Shit, met al die bonken hier. Kan je? Ja, zo is die goed. Zie je rechter. Is die qua breedte nou beter? Ja, 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 ja. Ja, maar weer een breed zat met je drieën. Ja. Sta je ervoor? Ja, nee. Staat helemaal naar hem toe. Oh, naar hem toe? Ja. Nou? Oké. Dan moet die vrij even. Maar hij kan al ons. Maar met die hangen? Ja, ja, ja. Lintje met even honger, denk ik. Nou, dan gaan we het proberen. Ja. Ja. Goed een krans. Mooi. Een tegeltje. Oh nee, een bord. Een hele tas vol. 24. Ik zou zeggen, wij hebben nog feest in de stad. In de Shamrock is er is muziek. Maak er een mooie avond van. En tot volgend jaar bij het Lanenkaatsen 2025.